Ik pleit er heel erg voor om gewoon op een wat meer coöperatieve wijze na te gaan denken. En de onderneming niet te zien als een vehikel om zo snel mogelijk zelf rijk te worden. Maar gewoon echt als een vehikel om maatschappelijke waarden te creëren. En die belangen ook naast elkaar af te wegen. Hij schreef het boek Fantoomgroei samen met Hendrik Noten over de scheefgroei in onze economie. En het boek werd direct verkozen tot managementboek van het jaar. Reden om eens uit te nodigen op 7D-TV in de serie Boekstories die ik maak samen met uitgeverij Business Contact. Mijn gast Sander Heijnen. Sander, van harte welkom. Dankjewel. Is dat een managementboek? Nou, dat vond ik wel een leuke vraag. Ik ben mij nooit een seconde bewust geweest van het feit dat dit wel eens een managementboek zou kunnen zijn. Laat staan managementboek van het jaar. Ja. Maar het juryrapport schrijft, dit is het boek wat iedere manager zou moeten lezen. En ja, kijk, ons boek gaat erover dat je op een hele andere manier naar de economie moet durven kijken, naar je samenleving. Omdat alle problemen die we nu hebben, die los je gewoon niet meer op binnen het huidige stelsel. Daar moet je heel anders voor durven kijken. En wij geloven er niet in dat je een soort van grote blauwdruk erop kan leggen op die hele samenleving. Maar je moet juist iedereen die het in zijn vermogen heeft om net iets anders te handelen, net iets anders te doen. Waar managers natuurlijk meer ruimte toe hebben dan de gemiddelde Nederlander. Ja. Dus in die zin is het eigenlijk wel een managementboek. Het is alleen niet een traditioneel managementboek in de zin van er staat een kopje met een subkopje en een kadertje. En 5 management tips. Precies, dat is het niet. Maar het gaat meer over hoe kan je nou anders naar die samenleving kijken. En het lijkt mij heel goed als zowel managers als niet-managers dat... Ik denk dat het voor heel veel mensen relevant is. Ik heb hem zo'n beetje doorgelezen. Ik heb hem bijna uit. Het is echt waanzinnig veel inhoud zit erin. Voor de mensen die het boek niet kennen, kun je eens in het kort beschrijven wat je in het boek allemaal heb beschreven? In het kort... Ik ga er zo meteen langer op door. Maar... Ik had het gevoel dat het boek de korte weergave was van wat ik wilde beschrijven. De aanleiding van het boek is eigenlijk dat je gewoon ziet dat vermogensongelijkheid is echt enorm in Nederland en eigenlijk overal de wereld. En je ziet ook dat de inkomens gewoon minder hard groeien dan economische groei. Dus we werken met z'n allen heel hard om economische groei te realiseren. Maar je ziet eigenlijk dat die waarde komt maar bij een hele kleine groep terecht. En de veel grotere groep die werkt dus heel hard. En ziet er relatief weinig voor terug nu in zijn portemonnee. Een kleine groep wordt steeds rijker, is dat het? Ja, in feite wel, ja. Ja, dus je hebt je kan een beetje discussiëren hoe groot is die groep. Hè? Dus je hebt de 1%. Yeah. Ja, die zijn natuurlijk gewoon echt schat helemaal rijk. Yeah. Maar je kan ook wel redeneren dat een groep van 20-30% van de bevolking die profiteren eigenlijk gaan we heel goed van die economie, hoe die nu in elkaar zit. Dan heb je een groep van een procent of 20-30, die gaan ook wel goed, maar die moeten niet 2 keer pech hebben. Mm-hmm. En dan heb je gewoon een groep van 30-40% van de bevolking die gewoon echt aan het afhaken zijn. He, die gewoon in alle... die geen pensioen meer opbouwen omdat ze geflexibiliseerd zijn, die geen huis meer kunnen kopen, die eigenlijk geen vermogen hebben, die de helft van de inkomen kwijt zijn aan huur. En die eigenlijk van al die economische groei bijna niks terugzien in hun portemonnee. Nou, en daaronder ligt nog het probleem van de klimaatverandering. En dat we een economisch model hebben dat heel erg is gebouwd op geld verdienen. Ja, op het geld verdienen, maar dus ook ten koste van toekomstige generaties. Ja. Dus als jij al je hulpstoffen, je hulpbronnen opmaakt, je grondstoffen. En als jij het klimaat zodanig maakt dat Nederland over 1 of 2 eeuwen misschien wel onder water staat. Ja, dan kun je niet zeggen dat je heel duurzaam bezig bent met oog op de generaties die na jou komen. Mm. Ja, dus die twee problemen zien wij eigenlijk naast elkaar. En wij zijn vanuit die observatie, dit is eigenlijk helemaal het begin van het boek. Vanuit die observatie zijn we gaan kijken van hoe komt dat nou? We zijn echt teruggegaan naar de bron van wat economie nou eigenlijk is. Hè? Precies. Om ons maar eens mee te nemen in de geschiedenis. Dan komen we bij de Grieken uit, toch? Nou ja, inderdaad. Dat vond ik wel interessant om te lezen wat het eigenlijk in de kern waar het voor stond. Precies, dus in het begin was het gewoon hoe de kunde om een huishouden te runnen. Dat was eigenlijk ooit economie. Ja. Althans, daar komt die term oorspronkelijk vandaan. En dat is geleidelijk geëvolueerd tot wat we nu kennen. Hè? Adam Smith is een naam die veel mensen zullen kennen als de grondlegger van de moderne economie. Ja. Maar het interessante was, Adam Smith was een moraalfilosoof. En er wordt altijd gezegd dat hij de grondlegger is van het marktdenken en de grote denktanks. Je hebt bijvoorbeeld Adam Smith Institute. Mm-hmm. Dat is een denktank die heel erg voor het neoliberale, dus heel erg voor de vrije markteconomie altijd pleit.
Maar als je Adam Smith gewoon zelf gaat lezen... Hij was een moraalfilosoof die eigenlijk hele andere doelen zag. Hè? Dus die zag economie als een middel om doelen te bereiken... maar niet zozeer als het groter maken van de economie als doel op zich. En wat waren de doelen dan die hij nastreefde? Nou, in zijn tijd had je gewoon een groot probleem met grote overheidsmonopolies. Hè? Dus bijvoorbeeld zoals de VOC, hè? De Verenigde Oost-Indische Compagnie, zoals die georganiseerd was. Dat was een privaat bedrijf met een wettelijk monopolie op alle handel ten oosten van Kaap de Goede Hoop. Nou, de grote Britse ondernemingen uit die tijd waren ook zo georganiseerd met een wettelijk monopolie. Dus hij was niet zozeer... En de Smith wordt nu heel erg geroemd van hij was voor de vrije markt. Maar hij was niet zozeer... tegen overheid, zoals heel vaak wordt geframed. Maar hij was tegen een overheid die de belangen van een kleine groep... hele rijke aandeelhouders steunde. Mm-hmm. En als je dat legt op deze tijd... dan is het wel vrij ironisch om te zien dat met een appel op het werk van Adam Smith... Dat precies het aandeelhouderskapitalisme wat we nu kennen... waarbij dus die kleine groep waar we het net over hadden... die heel snel heel veel rijker is geworden... en die grote groep die niet meekomt... Eigenlijk zou hij, als je zijn werk naar deze tijd vertaalt... zou hij zeggen, ja, die overheid is veel te veel bezig... om die belangen van die aandeelhouders te dienen. Is het een politieke discussie? Ja, volmondig. Ja. Dus als je het wilt hebben over brede welvaart... Ja, dan moet je met elkaar gaan bepalen... Ja, wat is dan welvaart? Hoe definieer je welvaart? Tegelijkertijd, over heel veel dingen... zijn links en rechts het eigenlijk best wel met elkaar eens. He, iedereen vindt het vervelend dat we te weinig zorgcapaciteit hadden... en daarom die pandemie niet goed konden opvangen. Mm-hmm. Alleen omdat we heel erg de afgelopen decennia... heel erg hebben gerekend in die economische groei... zijn we de beschikbaarheid van IC-bedden als kostenpost gaan beschouwen. En dachten we van ja, dat kost... He, bedrijven moeten geld verdienen en dat geven ze uit... dan moeten ze belasting van betalen en dat geven dan uit aan IC-bedden. Nou, als we dat efficiënter organiseren... Dan hoeven we minder belasting te betalen. Is dat dan pleiten voor een grotere overheid die socialer geëngageerd is en dus meer geld gaat stoppen in dit soort zaken? Is dat dan wat je zegt? Nou, ik zou zeggen, investeer in de kracht van je samenleving. Hè? Dus je hebt een Amerikaans-Italiaanse econoom, Mariana Mazzucato. En zij laat in haar boeken en in haar werk laat ze heel goed zien. Dat de private sector, hè, bedrijven, die kunnen eigenlijk geen geld verdienen als de basisinfrastructuur van een samenleving, hè, en dat gaat van het wegennet tot volksgezondheidsdiensten, tot het onderwijs. Als dat soort zaken, de veiligheid, de rechtsstaat, als dat soort zaken niet goed geregeld zijn, dan kan eigenlijk geen bedrijf geld verdienen. Hè, dus er is een reden dat je in Nederland je heel veel hele grote sterke bedrijven hebt en in Bangladesh niet. Hè, terwijl je betaalt daar veel minder belasting. Dus je zou denken, oh, dat is ideaal vestigingsklimaat. Dus goede welvaart is randvoorwaardelijk om als bedrijf te floreren. Precies, je hebt goed opgeleide mensen nodig. Die kan je hier zo van de universiteit plukken. Hoef je helemaal niks voor te doen als bedrijf. Hè. Dat wordt met publieke middelen opgeleid. Als je medewerkers weer ingeïnvesteerd hebben ziek worden, dan lappen we ze weer op. In 2000 was 10% van de 15-jarigen kon eigenlijk niet goed genoeg lezen om overheidscommunicatie te begrijpen. Inmiddels is dat 25%. He, dus als je het hebt aan die kinderen van de overheidscommunicatie. Nou ja, dat zei je. Ja. Ik denk, dat ligt aan de leesvaardigheid. Ja, ja. En dat ligt niet aan die kinderen, maar dat ligt aan het gebrek aan investeringen dat we als samenleving hebben gedaan in die kinderen. En nu merk je dat misschien nog niet zo in je economie. Maar op het moment dat je deze lijn doortrekt, als op een gegeven moment een kwart van je beroepsbevolking onvoldoende kan lezen. Terwijl je een kenniseconomie bent, ja, dan ga je op een gegeven moment ga je daar echt gewoon economische schade door leiden. Alleen het probleem is, als je nu te weinig investeert in het onderwijs, dan merk je dat pas over 20 of 30 jaar ga je dat echt hard voelen. En dan vervolgens ben je weer 20 of 30 jaar bezig om het weer op orde te krijgen. En we zitten nu een beetje op het kantelpunt dat we echt beginnen te voelen wat we hebben nagelaten aan publieke investeringen vanaf de jaren 90. En dat is waar fantoomgroei over gaat. Dat wij onder het mom van links-rechts discussies ons helemaal hebben laten afleiden van wat nou, ja, Ramzi Nasser noemt het de fundamenten van de samenleving, maar waar onze welvaart op gebouwd is. En daarom gaan we in het boek ook terug naar hoe Nederland er in 1945 bij lag. Toen waren we echt straatarm. Het land lag grotendeels in puin. Alles van waarde was gejat. En het is dankzij hele forse investeringen in publieke sectoren, maar ook in mensen, maar ook in bedrijven. Dat is eigenlijk al met algemene middelen hebben we alles weer opgebouwd. En
ja, die investering die we toen hebben gedaan in het onderwijs. Arbeiderskinderen die opeens naar het VWO konden als ze slim genoeg waren. Die naar de universiteit konden doorstromen. Ja, dat is echt de motor geweest achter het wonderbaarlijke economische herstel na de Tweede Wereldoorlog. En die les lijken we zijn te vergeten. Mm. En zeker nu na die coronacrisis. Met over ons heen de klimaatcrisis die op ons staat te wachten. Zouden we gewoon heel goed moeten kijken van hoe zijn we nou toen uit die problemen gekomen. En de kracht in die tijd, en dat ja, kan ik niet genoeg benadrukken, is juist dat vanuit traditioneel rechts. Hè, bedoel Dirk Stikker, een van de oprichters van de VVD. Hè, die is ook eigenlijk een van de grondleggers van het poldermodel en van het idee van we moeten dit samen doen. Wij kunnen niet als werkgevers in ons eentje een wereld creëren, want dan krijgen we niet voor elkaar. En op links, hè, werknemers, linkse partijen, die beseft ook heel goed, we kunnen het niet zonder werkgevers, kunnen wij geen sterke sociale samenleving bouwen. Dus je hebt elkaar echt nodig. En ja, die oproep, dus nou ja, nog weer terug naar je vraag, is het politiek wat je zegt? Ja, natuurlijk is het politiek, alleen het is ook een pleidooi voor een nieuw soort politiek, waarin we gewoon gaan kijken van hoe bouwen we weer een sterke samenleving? Of laten we ons afzakken in haat en tegenstellingen en debatjes over randzaken in feite, waarbij ik niemand wil beledigen, maar... Ik wil je toch nog een slotvraag stellen. En dat is, 7DTW is een ondernemerskanaal. Die gaan niet verdwijnen, ondernemers. Ik denk dat dat goed is. Dat lijkt mij heel goed. Precies, je bent zelf ook eigenlijk. Ik ben zelf ook ondernemer. Ja. Dus dat moet vooral blijven. Wat zijn de belangrijkste lessen die je ondernemers wil meegeven voor de wereld van morgen? Nou ja, kijk, in ons boek staan wel. Ik ben ondernemer en niet een ZZP'er, maar ik heb gewoon een vennootschap en 20 mensen aan het werk. Ja. Nou ja, een paar dingen die je zelf gewoon heel concreet kan doen is denk na over wie zijn er belangrijk om waarde te creëren. Dus ik heb 20 mensen voor me werken. Nou, die moet je wel zodanig betalen dat die gewoon redelijkerwijs kunnen bestaan in de samenleving. Mm-hmm. Als jij dat niet kloppend kan krijgen, de som, dus dat je markt zo concurrerend is. Ja, dan moet je toch afvragen of je nog in de juiste markt zit. En of je niet met jouw opdrachtgevers of klanten daarover in gesprek moet. In plaats van te gaan drukken op je loonkosten. Dus ja. Dat vind ik een hele belangrijke. Ja. En verder, kijk, als je dan toch in het kader van die waardecreatie waar ik het net over had. Hè, ik als ondernemer, ik kan een paar dingen heel goed. Ik kan goed projecten verzinnen die ik goed kan verkopen. Dan kan ik mensen opstaffen. En dan zit je toevallig op het geld. Mm-hmm. He, dus je kan jezelf heel makkelijk een heel groot deel van het geld naar jezelf toetrekken. Als je op die ideeën en die geldstromen zit, dan kan je dat. Maar de kunst is voor ieder ondernemer om gewoon eens bij zichzelf te raden te gaan. Zou ik het kunnen zonder mijn personeel of mijn toeleveranciers of allerlei andere zaken die gewoon goed geregeld zijn. Bijvoorbeeld dat er gewoon weet ik veel breedband internet in het land ligt, wat voor mijn bedrijf erg belangrijk is. Mm-hmm. En als je antwoord is dat je niet zonder al die dingen zou kunnen, dan begin je ook een beetje in te zien dat jij hebt een talent, het ondernemerschap, maar je hebt al die andere talenten ook nodig. En ik pleit er heel erg voor om gewoon op een wat meer coöperatieve wijze na te gaan denken. En de onderneming niet te zien als een vehikel om zo snel mogelijk zelf rijk te worden. Maar gewoon echt als een vehikel om maatschappelijke waarde te creëren. En die belangen ook naast elkaar af te wegen. Mm. Dus nou ja, ik had het net over mensen die voor je werken. Dat je die goed voorziet. Nou, het klimaatdingen, ja. Dat is natuurlijk ligt voor de hand. Dus dat je ook jezelf eigenlijk, misschien is dat wel de boodschap, dat je zelf niet moet overschatten wat nou je eigen toegevoegde waarde is. Je hebt het geluk gehad dat je talent hebt, dat jou op een positie brengt dat je op die geldstroom kan gaan zitten. Maar dat, ja, with great power comes great responsibility, citeer ik Uncle Ben uit mijn lievelingsfilm Spider-Man dan maar even. Ja. En ik zou het fijn vinden als in de ondernemerscultuur dat weer wat meer nadruk krijgt. Want je ziet toch wel een grote verheerlijking van de ondernemers die snel veel geld hebben verdiend. En ja. Weet je, quote 500, ja. Daar gaat het niet over. Dankjewel voor dit betoog, Sander Heijnen. Graag gedaan. En dankjewel voor het kijken naar een verhaal Food for Thought, denk ik. Wil je nog meer video's kijken? Blijf dan hangen. Over 5 seconden 2 nieuwe. Als je hebt geluisterd naar de podcast, dankjewel voor het luisteren. Hoi.